Rutger Boelma Racing wordt mede mogelijk gemaakt door zijn partners. Yes, dames en heren, welkom bij het racekanaal van Nederland hier. We zijn voor de laatste race van dit weekend hier op de Titan Junior Track in Assen. Hier bij het Nederlands kampioenschap kart in de ID Engine Senior. We staan hier vanaf de 10e positie, aangezien race 2 niet goed is gegaan. We willen nu naar voren gaan, we mogen aan de binnenkant starten, wachten tot de lampen uit zijn. Die zijn dan nu uit en bij de start meteen gaat Tim van Enderswijk aan de buitenkant van ons. Wij proberen aansluiten bij Jelte Bouwman, we verliezen één plek door Tim van Enderswijk. Wij proberen aan de binnenkant mee te gaan, maar zoals u ziet, de buitenkant is veel sneller in dit geval, waardoor we uiteindelijk verliezen. Er zijn veel meer karts aan de binnenkant en veel minder aan de buitenkant, waardoor eigenlijk aan de buitenkant een soort gat ontstaat. Nou, wij verliezen daardoor behoorlijk aan ruimte, aan tijd als het ware. Als we dan zien dat Tim van Enderswijk hier probeert aan de zijkant te gaan, heen en weer gaan ze op het rechte stuk, want de temperatuur in de band is nog koud. Wij kunnen niet meegaan, ingaan hier dan. Zie je dat er een fout is met die koude banden? Wij gaan hem aan de binnenkant zetten bij Dean Winters hier. Maak er een beetje een lange inhaalactie van. Als Laura Vos dan ook aan de binnenkant probeert te gaan van Dean Winters, dus zijn we een rondje in Indonesië voorbij en dan zitten we nog steeds op dezelfde plaats waar we gaan starten. Dat is eigenlijk niet wat we wouden, want het is lastig om in te halen hier. Aangezien er weinig remzones zijn, er zijn maar twee echte remzones. En de snelheid gewoon heel erg gelijk is. Dat zorgt ervoor dat je echt op de limiet moet zitten. Iedere ronde constant moet rijden om überhaupt mee te doen in deze race. En als je echt een actie wil doen, moet je soms redelijk wat sneller zijn. Of gewoon echt heel erg constant en sterk. Zoals we zien dan dat Tim van Enderswijk voor ons aan het aansluiten is bij Jordi van der Goorn, de hele groep voor ons. Wij sluiten dan ook goed aan op Tim van Enderswijk. Maar je ziet in de acceleratie verliezen wij het. En dan op het eind van het rechtstuk wederom winnen wij het. Dus we zitten nog steeds fout met de tandenfout. We hebben het nog steeds niet goed. We hadden het dan niet door gehad tijdens de races. Als we zien dat Dean Winters achter ons een actie doet, die raakt hij zelfs op de achterklokken. Hij moet dan oppassen voor zijn klikklokken. Als wij echt goed de aansluiting beginnen te vinden bij Tim van Enderswijk, we moeten echt redelijk snel met die inhoudactie komen. We moeten echt naar voren kunnen komen. Ik had goede vertrouwen erin dat we naar voren konden, want gewoon het hele weekend reden we wel gewoon rondom de top 5 posities. Dus we zouden het ook gewoon moeten kunnen en we leken ook best wel vertrouwelijk eigenlijk met de inhoudacties. Dus daar zou het eigenlijk niet aan moeten liggen. We hadden het gewoon qua racekracht eigenlijk gewoon goed voor elkaar. En omdat we gewoon eindelijk een Grand Prix waar we wel meerdere keren van tevoren hebben kunnen trainen, zit het gewoon, zit de baan in ons systeem. We snappen de flow, hoe je snel moet zijn, hoe je constant moet zijn op de baan, de inhoudacties een beetje. En dat helpt gewoon, want dat hebben wij normaal totaal niet. Als wij nu net bij het ingaan van deze bocht de aansluiting verliezen op Tim van Enderswijk, waardoor wij niet daar die inhaalactie kunnen gaan doen. Ja, het is lastig zoals ik zei, want je hebt ongeveer maar 1 à 2 inhaalacties of inhaalpunten waar je een actie kunt doen. Als je dan net niet dichtbij genoeg zit, dan kun je de hele tijd achter je aan gaan rijden. Dan kun je de volledige 16 rondes lekker vast gaan zitten. Maar goed, momenteel zitten we hier dan in rondje 5 van de 16. We hebben een redelijk goede exit. Tim van Enderswijk niet echt zenuwachtig met die kart. Hè. Wij gaan dan van buiten naar binnen proberen voor een actie te gaan. Ja hoor, laat open terug gehad. Steken wij onszelf erin. En ik zal jullie even laten zien waarom dit eigenlijk een hele goede actie was. Misschien wel de allerbeste actie die ik tot nu toe heb gedaan. Want ik wist op welk punt Tim van Enderswijk achter zich kijkt. Om te checken of er iemand is in die remzone. Dus wij gaan helemaal naar buiten. Zodat hij achter ons kijkt, niet ziet. Dan opent er een gat omdat hij eerder remt. Want hij denkt van, ik kan me gewoon op de exit focussen. Mooi niet, wij zetten hem aan de binnenkant. Ja, ik vond het een hele snuggere actie van mezelf eigenlijk. Want ik weet gewoon op een bepaald moment, op een bepaalde timing, zal hij achter zich kijken. Zit hij rechts van zich, maar niet links achter. Zit ik lekker links achter, denkt hij, ik heb een heel gat achter me. Dan remt hij van tevoren, zodat hij extra kan focussen. En dan opent hij gewoon een gat voor mij en dan kunnen wij hem aan de binnenkant steken. Maar dan moeten we oppassen dat we niet zelf een binnenkant aan het openen zijn voor hem, als hij aan het kijken is achter zich. En dan ineens verliest hij wel heel erg de aansluiting op ons. En dan kunnen wij ons eigenlijk meer gaan focussen op Jordi van der Goor en Alain Leidermeij en gewoon de hele groep voor ons. We nu netto in ieder geval na 6 rondes eigenlijk een plekje gewonnen hebben. Goed, als we dan even iets verder doorgaan naar ronde 7 van de 16, dat we bijna op de helft van de race zitten, dan moeten wij met ons volgende aanvalsplan gaan komen op Alain Leidermeijer van Rocklear Racing. Ja, eigenlijk het hele weekend niet Alain Leidermeijer wil zien, want hij wel racy was en hij ook de racekracht wel had. Want hij kon heel erg verdedigend gaan rijden, helemaal in de doordraaier, zometeen hier rechts. Het was gewoon heel erg lastig om iets bij hem te proberen, want hij zat de hele tijd aan de binnenkant. Wij proberen dan ook aan de binnenkant van hem te gaan, maar omdat hij zo dicht aan de binnenkant rijdt, aan de apex eigenlijk, kun je hem er wel neerzetten, maar hij stuurt dan ofwel in, of er is gewoon simpelweg niet genoeg tijd om een actie te doen. En ja, dat is frustrerend voor ons, dat was de allerbeste kans voor ons. En zo'n slim trucje als we bij Tim van Enderswijk deden, ja, die kun je niet de hele tijd gaan maken. Die komt niet altijd zomaar. Goed, als we dan doorgaan naar rondje 9 van de 16, wederom niet, hè. Het is gewoon heel erg lastig om iets te gaan creëren in die zin. En we verliezen nog steeds de aansluiting ingaan van die bocht. Dus je kunt echt zien dat we echt moeite hebben om goed die acceleratie te krijgen. Om echt goed de bocht naar mee te nemen. Maar je ziet nu, Alain Leidermeijer is 2 keer aan het checken. Wederom, ik zit echt bij te rijden daar. Zodat ze moeite hebben om te zien of er nou ruimte achter zich is of niet. Dat zijn eigenlijk een beetje mentale spelletjes die ik soort van aan het spelen ben.
En dat helpt wel, want ja, zoals je kon zien, op Tim van Ellenswijk werkte die actie nogal goed. Maar ingaan van dit rechte stuk hoor, zitten wij er redelijk dicht op nummer 207. We hebben echt een goede exit ook uitkomen van deze bocht van buiten naar binnen. Weer een rechte lijn remmen. En dan zie je dat we bijna die achterkant verliezen. Maar goed, de move is gewoon gedaan. Maar ja, het was een lastige actie hoor, want we zaten echt op de limiet van de vlucht van de banden. En helemaal de laatste race zijn de banden echt wel minder in levens. Je ziet het aan boord van de 360-camera. Late actie, geen contact in ieder geval. Dat is het belangrijkste. Maar dan zie je dat hij wel goed komt uit die bocht. Met die betere overbrengsverhouding. Wij hebben dan een momentje in deze bocht nog de banden hadden oververbrand. Hij kan dan aan de binnenkant terugkruisen voor ons. En dat had ik echt niet verwacht dat ik kon. Anders had ik wel meer verdedigend gaan rijden. Maar ik had echt niet verwacht dat hij daar kon. Hij was dan nu weer terug in. Dat willen wij dan zeker niet. Dus gaan we hem hier aan de binnenkant zetten. Hier op dit rechte stuk. Maar dan ineens Tim van Ellenswijk buitenom. Probeert hij ook buitenom te gaan van alle Leidermeijer. Dat lukt dan net niet. Maar hij is ons weer voorbij. En zo zijn we terug op plek 10 waar we gestart zijn. 12 rondes ben ik aan het battle hier. En dan kan ik er gewoon niet naar voren komen. Drama eigenlijk. In die zin. Tim van Ellenswijk had nog zijn hand omhoog gedaan van... niet battelen, niet gaan vechten. We moeten naar voren gaan. Maar ja, ik weet ook, er zijn nog maar een paar rondes te gaan. Wie ik kan pakken, die ga ik pakken. Gewoon ongelukkig eigenlijk hoe dat gaat. Als wij proberen buitenom te gaan van Tim van Ellenswijk. Het gevecht is niet voorbij. Als wij proberen de aansluiting te blijven houden. Misschien wederom in die bocht waar we hebben ingehaald. Gaan inhalen. Maar ja, nu kent hij het trucje natuurlijk wel. Dus dan wordt het steeds moeilijker. Het is een kat-en-muisspel. Als wij de achterkant uitgaan van die bocht. Een beetje verliezen. En dan hebben we ook Dean Winters weer op de achterbumper van ons. Met nog 4 rondes te gaan. Ja, op die manier werkt het gewoon helemaal niet. Het is een lastige situatie waar we nu in zitten. Want in 4 rondes, als we ook een beetje die aansluiting verliezen, is het lastig om nog sowieso 2 kaarts in te halen. De kopgroep die is echt voorbij. De leider in de race is ook echt een behoorlijke afstand als ik zo zie. Dus ja, daar kunnen wij dan niet meer voor vechten. Maar nog wel eigenlijk voor onze eer, voor onze trots, dat we het weekend nog een beetje oké afsluiten. Maar we begonnen moeite te hebben met de motor. We hadden de radiateur, die had te veel openstaan of iets omhoog gegaan tijdens het rijden. Waardoor de motortemperatuur over de 100 graden of zo werd. En het motorvermogen begon omlaag te gaan. En we begonnen gewoon net de aansluiting, tenminste op de rechte stukken. Ja, de hele baan is haast vol gas. Dus je merkt het echt wel als de motor meer moeite heeft in die zin. Dus ja, echt de aansluiting konden wij ook niet vinden als we dan in de laatste ronde zijn. En zo sluiten we echt. Ja, we sluiten het vervelend af deze race in het NK. De snelheid leek zo goed op sommige momenten dat we de snelste raceronde hadden. We deden het voor het podium aan het vechten waren. Uiteindelijk finishen wij dan op de 10e plaats. Niet wat we gehoopt hadden, maar goed, we lieten ons sterk zien in dit geval. Met een paar verbeterpunten, maar in ieder geval potentieel was er. Ik hoop dat jullie van deze races genoten hebben. We gaan naar strijden toe. Is in de historie mijn allerbeste baan. Dus wie weet kunnen wij vechten om een podium of om de overwinning. Ik dank jullie in ieder geval voor het kijken en ik zie jullie in de volgende video.